Dit is Lotje, 12 jaar en het mag een wonder heten dat ze nog leeft. Vanochtend trok ze zoals altijd met de fiets naar het station in Wildert om daar de trein naar Antwerpen te nemen. Maar vandaag liep het mis. Ik was te laat vertrokken met de fiets en toen was ik op het station, was mijn fiets gaan parkeren en toen hoorde ik de bel. En ik keek naar links, maar ik dacht, ja, daar is geen trein, dus ik kan nog wel even snel over. Maar blijkbaar kwam de IC-trein van de andere kant. En toen? Ja, toen. Het was net of ik zo gewoon geteleporteerd of zo was. De trein raakte Lotjes boekentas. Die blijkt er zowaar nog het ergst aan toe. De inhoud, ja, is een beetje verkreukeld. Mijn potje en mijn brooddoos is helemaal kapot. Maar voor de rest, alleen mijn boekentas is eigenlijk echt kapot. En ben je zelf ook gevallen? Ja. En heb je daar veel aan overgehouden? Aan mijn zij een blauwe plek. Lottie heeft intussen wel haar lesje geleerd voor als ze nog eens te laat vertrekt thuis. Als de sporen dan dicht gaan, dan gewoon wachten en dan maar te laat komen op school.